Terwijl in een gewoon bad schuim heerlijk kan zijn, is dat heel wat minder het geval in een jacuzzi. Trek je de kap open en zie je dat er schuim op het water ligt, ja, dat is niet zo plezant, hè? Dus in deze video ga ik jullie heel kort uitleggen wat de oorzaak daarvan is en natuurlijk ook hoe dat je die schuim kan oplossen. Wel, tref je schuim aan op het water van je jacuzzi, dan ligt dat in heel veel gevallen aan het feit dat je met badkleding in de jacuzzi bent geweest. Heel vaak wordt badkleding ook wel gewassen met wasverzachter of andere wasmiddelen en de restanten daarvan die blijven in je badkleding zitten. Ga je vervolgens in de jacuzzi, die eigenlijk een soort groot wasmachine is met al dat stromend en bruisend water, dan komen die wasmiddelen terecht in het jacuzziwater en die gaan schuim veroorzaken. Nu vraag je je, hoe kan ik daar terug vanaf geraken van dat schuim in mijn jacuzzi? Allereerst zou ik adviseren om eventjes goed alle waardes van je water te checken. Dan bedoel ik, de pH, is die correct? Indien niet, best eerst even corrigeren. Ten tweede, de chloorwaarde of een waarde van een ander desinfectiemiddel ook even checken. Zit die goed? Indien niet, even controleren, even bijsturen. Ten derde, ook zeker even je filters checken. Goed afspoelen met water, met helder water, dat alle schuim daaruit verwijderd wordt. En dan, als je dat allemaal gedaan hebt en alle waterwaarders staan op punt, dan heb je bijvoorbeeld een product zoals deze, Foam Down, verkrijgbaar in al onze Gervitoonzalen. Je voegt eigenlijk een heel klein scheutje van dit product toe aan het jacuzziwater en je gaat zien, de schuim die verdwijnt als sneeuw voor de zon. En de volgende keer natuurlijk dat je weer in de jacuzzi gaat, dan zou ik adviseren, ofwel laat de badkleding uit wanneer dat mogelijk is en voel je je daar niet zo comfortabel bij, zorg dan zeker dat je badkleding heel goed uitgespoeld is met helder water, dat er zeker geen restanten van wasmiddelen in achterblijven vooraleer je in de jacuzzi gaat.